je H&M. Als het goed is, hebben ze hem nog. Miss Liplos is iemand die gek is op beauty en daarover blogt. Ja, Cynthia en Miss Liplos is wel één persoon. Want op mijn blog ben ik ook heel persoonlijk. En dan, ik schrijf echt vanuit mezelf. En onder blogpost staat ook lief Cynthia en niet liefst Miss Liplos. Maar Miss Liplos is wel iets meer bezig met make-up. Miss Liplos is puur make-up en Cynthia is wel meer dan dat. Hey, je hebt al op mijn site kunnen lezen dat ik vorige week in Marokko was. En nou ja, natuurlijk heb ik daar ook geshopt en ik had een shoplog beloofd. Dus bij deze, ik was niet echt van plan om veel te kopen. Maar nou ja, je kent me inmiddels wel een beetje. Als ik dan ergens ben en ik zie leuke dingen, dan moet ik ze hebben. Dus ik ga nu laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik vind het tot op zekere hoogte belangrijk. Omdat ik vind het ook geen goede boodschap om uit te stralen dat je alleen maar met make-up bezig bent. Dat is, ik wil niet zeggen dat het niet gezond is, maar er is wel meer in het leven dan make-up. En dat laat ik wel zien op mijn blog. Het persoonlijke deel van Miss Liplos is door de jaren heen heel belangrijk geworden. En toen ik begon met bloggen, wilde ik dat eigenlijk helemaal niet. Toen zei ik ook van, ik wil geen foto's van mezelf op mijn site en het gaat om make-up en niet om mij. Ik merkte dat mensen het gewoon leuk vonden om te zien wie er achter Miss Liplos zat. Ik had geen doel. Dat was geen doel. Ik wilde gewoon bloggen. Ik had helemaal niet iets in het vooruitzicht van, hier ga ik nu even heel veel bezoekers krijgen en ik ga er alles aan doen om het groot te maken. Het was meer van, ik wil gewoon schrijven over make-up. Echt, het was heel simpel. Gewoon een heel simpel idee. Ik wilde gewoon bloggen. Ja. Natuurlijk zou het succes een keer op kunnen houden en zou het dan staat er over misschien 5 of 10 jaar geen Miss Liplos meer of volgend jaar. Maar ja, ik ben er niet bang voor. Ik ben er niet bang voor dat het ophoudt. Maar dat is ook omdat ik niet geloof dat bang zijn zin heeft. En als het dan echt, stel dat het echt een moment komt dat het niet meer gaat, dan zou ik het natuurlijk heel erg en heel jammer vinden. Maar dan is er wel weer wat anders.